Dagelijks slaan duizenden mensen op de vlucht omdat ze hun leven niet zeker zijn. Omdat ze worden vervolgd, gemarteld of bedreigd. Of omdat ze in landen als Syrië en Irak gedwongen worden om te vluchten vanwege oorlog en geweld. De meeste vluchtelingen worden opgevangen in landen in de regio, zoals Libanon en Turkije. Een klein aantal komt naar Nederland. Vanaf het moment dat vluchtelingen aankomen in ons land, komt Vluchtelingenwerk Nederland op voor hun belangen. We zetten ons in voor een rechtvaardige behandeling van deze mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden. De duizenden vrijwilligers van Vluchtelingenwerk bieden persoonlijke steun tijdens de asielprocedure en bij de integratie. Vaak moeten vluchtelingen op stellensprong vertrekken en moeten ze hun man, vrouw of kinderen achterlaten. Vluchtelingenwerk helpt om deze verscheurde gezinnen weer bij elkaar te brengen. Vluchtelingenwerk biedt bij gezinshereniging onder andere juridische hulp en financiële ondersteuning. Onze vrijwilligers staan de vluchtelingen bij gedurende het hele traject. Van de aanvraag tot de hereniging op Schiphol. Het beeld van familieleden die elkaar na lange tijd weer in de armen sluiten, vergeet je nooit meer.